Stoomvaste. Stoomvaste Radio. Voor u. Voor jou. Voor ons allemaal. U heeft de keus genomen en wij kunnen niet dromen hoe het zou zijn geweest als corona niet was geweest. Het is ja, nog steeds zitten we natuurlijk met de kwestie hoe zou het zijn geweest als corona niet was geweest. Hele goede avond allemaal, welkom. Dit is Rerozee, u bent afgestemd op Stoomvaste Radio. Collega Perry Witte, hartelijk dank. En dan heb ik gelijk contact opgenomen met meneer Rassam. Goedendag meneer Rassam, hoe gaat het met u? Goedemiddag. Goedemiddag alle luisteraars in Nederland en in Suriname. Ja, goedemiddag. Ik hoop dat dat de verbinding oké is. Meneer Rassam, ik heb een ontzettend mooi draaiboek meegekregen van mijn collega en redacteur Dennis Lapar. Wij kennen u als arts en sociale ondernemer. U heeft vele ondernemingen in Suriname. Zou u ons even over uw studieperiode kunnen vertellen? En heeft u in het buitenland gewoond en gestudeerd? Ja, heel graag. Ik heb mijn middelbare school afgerond in Rotterdam. En heb daarna geneeskunde gestudeerd aan de Erasmus Universiteit. Ik heb nu het Erasmus Medisch Centrum. En dat heb ik gedaan in de periode 83... en ben in 91 afgestudeerd en ben vervolgens in 1995 teruggekomen naar Suriname. In 1995 bent u teruggekomen naar Suriname. En wat was uw drijf? Nou, ik heb eigenlijk nooit weggewild, maar het waren de omstandigheden toen die maakten dat ik als minderjarige naar Nederland moest met mijn vader, die was toen politiek vluchteling in de militaire periode. Na 8 jaar parlementariër, zo u wilt, DNA-lid te zijn geweest, moest hij in 1983, begin 83, vluchten richting Nederland. En toen moesten wij mee. En ik heb mezelf altijd beloofd, die niet weg wilde, dat ik ooit eens terug zou komen. Hoe was dat voor u? Wat voor impact had dat voor u om te moeten vluchten? Nou, verschrikkelijk natuurlijk. Hè? Niet alleen voor mij, maar voor vele van mijn tijdgenoten, mijn leeftijdsgenoten. Het was vrij traumatisch te noemen. Dat je wordt weggerukt van je oude vertrouwde omgeving. Maar goed, ook daarin heb ik een lichtpuntje gezocht en is het ook hoor. Het is niet bedacht, maar het is ook gevonden. En dat is dat ik mijn studie in Nederland heb mogen vervolgen en ook heb mogen afmaken. Dat is in ieder geval inderdaad heel goed. Meneer Jim, uw vader, hè, dat was meneer Sahidi Rassam, toch? Ja. Die was heel erg bekend onder de Surinamers en vooralsnog heel veel onder de Javaanse gemeenschap. Laat me eerst even beginnen met u te condoleren en de mooie berichten die ik allemaal heb gelezen. Bijvoorbeeld het artikel in memoriam over uw vader, heel kort. Het is een aardig mooi artikel met een uitgebreide carrière. Heel ja, kort. Als u daar heel kort iets over zou willen vertellen, graag. Ja, natuurlijk. Nou, dat is een leven ook geweest, hoor. Los van wat wij gauw geneigd zijn te noemen, los van de donkere bladzijde. Voor mij zijn dat momenten geweest die er hadden moeten zijn. En je moet van elk moment, hoe donker of hoe minder leuk het uitziet, proberen toch altijd het beste van te maken door het beste van in te zien wat voor goed ze doen. En dat is een ding geweest. Waarschijnlijk kent menig Rotterdammer of Surinamer in Nederland hem van Warungmini. Warungmini kennen we allemaal. Ja, nou, dus hij is de oprichter geweest van Warungmini. Dat hebben wij opgezet.
En volgens mij hebben we vandaag aan de dag 7 warmunies. We hebben het gebracht naar 3 warmunies en toen wilde hij mij ook achterna richting Suriname. De zaken hebben we toen over doorverkocht aan familie. En dat hebben hun zeg maar uitgebouwd naar 7 warmunies. Waar was de eerste vestiging, meneer Rassam? In Rotterdam, aan de Witte de Witstraat. Toen een hele, hele ruige buurt. Volle drugsdealers en prostituees. Dat was een moeilijk jaar. En toen hadden we het geluk dat de gemeente besliste om de hele zooi daar op te ruimen. En er een hele mooie straat van te maken die we nu vandaag aan de dag kennen. Het is een prachtige buurt geworden. Ik heb daar vroeger gewerkt, dus ik had dagelijks zoutensoep bij Warungmini. Over welk jaar heeft u het ongeveer? Het is opgezet in 1987. Ik was toen net begonnen ook met het opzetten van de studentenvereniging Studiename. Dus dat ken ik als geen ander. Dat hebben we dus opgezet in 87. Ja, het is inmiddels een begrip, is niet weg te denken. Maar buiten Warungmini natuurlijk ook. Een hele politieke carrière, maar ook niet te vergeten een ambassadeursrol. Klopt. Ja, dat typeert ons leven ook. Ik zeg dat ook aan mijn kinderen en al onze mensen die we hier in dienst hebben, dat wij moeten gaan leven. En dat doe je alleen door te gaan creëren. Gewoon dingen creëren. Zoals mijn vader in de tijd een eigen politieke organisatie had opgezet. De voorloper van de Pendawalima die hij ook had opgezet. Dat was de SRI waar hij ook aan had meegewerkt. Na SRI is de Pendawalima gekomen dus. En na de Pendawalima de Perkjaluhur. Dat waren zijn baby's. En vanuit de Perkjaluhur werd hij door de toenmalige president Venetiaan gevraagd om de post van eerste ambassadeur te gaan bemannen in Jakarta. Bent u met hem mee geweest? Nee, maar ik heb wel gewerkt aan de conceptie. En dat heeft geleid tot het toekennen van een ambassadepost door de toenmalige president Venetiaan. En daarnaast heb ik ook gewerkt aan het financieren ervan in het eerste jaar. Wauw. Uw opvoeding, hè? Was dat kenmerkend eigen? Was uw vader daar nadrukkelijk in aanwezig? Ja, ondanks zijn hele drukke praktijk als politicus, had hij ook nog 2 andere jobs, waarvan hij me soms wel meebracht als kleine jongen. Naar zijn avondjob, dat was voor de CITA, de Internationale Travel Agency, heb ik begrepen. Mm-hmm. En ja, hij werkte toen aan de eerste gigacomputer, was dat, met allerlei fondskaartjes en zo. Maar ook als politicus had hij het hartstikke druk. Was weinig thuis, maar van de weinig keren dat hij thuis was, leerde hij ons toch het een en ander. Heeft u het gevoel, hoor, want als ik zo naar u luister en ik weet een beetje ongeveer met wat u allemaal bezig bent, dan zet u het goede werk gewoon voort? Nou, inderdaad, dat is wat ik wilde zeggen. Hij heeft de basis gelegd. En dat is wat ik eigenlijk hier ook niet alleen de volwassenen, maar vooral de jeugd bijbreng. En dat is dat wat je ook wil doen in het leven, wanneer je ook wil vertrekken, waar vandaan je ook wil vertrekken, dat je dat moet doen met een goed moreel ethisch kompas. Ik denk die tijd heb ik van vader geleerd. Sorry hoor, ik onderbrak u. De moral values heb ik van mijn vader geleerd en ik moet zeggen dat het niet al te weinig voorkwam met zijn riem in de hand. Hoor. En dat hoeft vandaag de dag niet meer, maar ik denk dat we dat niet al te veel kunnen
kunnen dingen bestendigen. Dus, we moeten elkaar aansporen om een samenleving op te zetten waar hele belangrijke moral values, of het nou core values zijn, of aspiraties, of basic values, dat we dat wel goed op ons moreel ethisch kompas moeten hebben. Ik begrijp dat. En ik denk als u dat ook goed voortzet, dat u ook zal versterken in uw, hoe noem je dat, in uw herdenkingsproces. Ja, helemaal. Helemaal. Even naar de actuele situatie, meneer Assam. Zorg voor ouderen in Suriname heeft ook uw aandacht. Kunt u ons vertellen op welke wijze u hieraan werkt? Ik zal beginnen met mijn vertrek uit Rotterdam. Graag. In december 1995 werd ik gevraagd door Stichting Johannes de Deeuw. Ik ben bezig. Stichting Johannes de Deeuw. En die had met succes een verpleeghuis opgezet in Spanje. Het was een stichting opgezet in Nederland. En de toenmalige directeur vroeg het me om dat ook op te zetten in Suriname. Ik heb altijd iets gehad met de ouderen. Ook met de kleintjes hoor, heb ik wat. En ben met dat project hier naartoe gekomen. Het was niet de tijdgeest ervoor. De toenmalige staatssecretaris Terpstra die haalde een dikke streep er doorheen toen. We hebben... Weet u ook misschien waarom? Omdat Suriname geen EU-land was. In de EU kon dat wel. En in 1996, zeg maar, was Suriname geen onderdeel van de EU. Nu ook nog niet. Maar het wordt nu toch wel wat meer gedoogd. Okay. Niet lang daarna, ik dacht in het jaar 2000, werd ik benaderd door de toenmalige familie Koenraad, inmiddels nu even overleden, Gerard en Jean Koenraad, om voorzitter te worden van een stichting die hun hier hadden opgezet, de Stichting Bejaardenzorg Kommerwijnen, om een bejaardentehuis op te zetten in Kommerwijnen. En dat is na een jaar verworden tot het eerste verpleeghuis in Suriname. En hoe is dat gegaan? Alles gaat met heel veel moeite. Dus die illusie moeten we niet hebben dat alles makkelijk zal gaan. Je zal er altijd meer scheur van overhouden, maar je moet de moed tonen om het aan te pakken. Want er was op dat moment waren er ziekenboeken hier in de bejaardentehuis in Suriname, waar de ouders bij ziekte gewoon ergens in een hoekje werden gezet en ook opgenomen. Maar we hadden dit probleem in Suriname ook zoals we dat hadden in Nederland toen ik er studeerde. En dat noemden ze het verkeerde beddenbeleid. Dat ouderen heel lang op een peperduur ziekenhuisbed bleven liggen. Nou, dus met de opzet van Huis de Evi, heette dat toen, in het jaar 2000. En ik meen dat het te huis of was in 2002 of 2003, met de hulp van twee stichtingen in Nederland, Stichting Katholieke Noden en Stichting Porticus. Die hadden beide om en bij een half miljoen Nederlandse gulden vrijgemaakt. En die gelden dreigden ze na 5 jaar terug te roepen. En zijn wij heel moest, omdat er gewoon natuurlijk heel moest hier aan het bouwen geslaagd. En dat heeft geleid door het eerste verpleeghuis. Nou, een businessmodel is achtergelaten om dat goed betaalbaar te houden. Want subsidie, dat kon je vergeten, dat kreeg je niet. Nee. Dat wilden wij ook niet. Dat heb ik ook gedaan met mijn studentenvereniging Studiename in Nederland tijdens mijn studietijd. Ja. Dat wij niet afhankelijk zouden zijn, dus we zouden onze hand niet ophouden voor goedgeefse mensen, donateurs, etc. Nee, we zouden er zelf keihard voor werken. En dat hebben we dus ook gedaan met een huizen Evi. En dat staat er nog. Alleen in 2014
zag het toenmalig bestuur het niet meer zitten. Er was een bergschuld. Het huis was niet goed onderhouden. De 40 bewoners die er toen waren, die ja, men kon niet anders vanwege de schulden en vanwege het gebrek aan middelen. Lagen ze er maar bij, een beetje bijna onverzorgd. De toenmalig personeel deed zijn best hoor, om er het beste van te maken. Ja, en hoe kwamen jullie in die periode dan vooralsnog aan middelen? Nou, doordat wij, kijk, het concept dat wij hadden, en daar zag het staatssecretaris toen en het ministerie van Sociale Zaken zijn voordeel in. En dat is dat zij hun oudjes niet meer in die pieperdure ziekenhuisbedden hadden. Ja. En de tarieven waren toen dan bij 300 SRD per dag. En wij boden de zorg aan, aan dezezelfde ouderen, voor 65 SRB. Nou, tel uit je winst. Dus het was een makkie, we zaten zo vol. En dan praat ik over de periode 2003-2005. Okay. En na tien jaar, het echtpaar Jean Koenraad en Charlotte Koenraad kwamen te overlijden. En 5 jaar daarna zag het bestuur het niet meer zitten. En kwam terug naar mij toe. Want ik ben voorzitter geweest 5 jaar. Heb het opgezet of week of ik het weer onder mijn vleugels wilde nemen. Ik dacht prima. Heb ik ook gedaan. En dat hebben we wel op een bedrijfsmatigere manier gedaan. Dus, heeft u toen de contracten met het staatsziekenfonds aangepast? Nee, sterker nog. Er was een nieuwe wind bij het staatsziekenfonds. Die vond dat het allemaal niet hoefde. Dus die stuurde op een gegeven moment hun patiënten niet meer. En als het moest, dan was het maar voor een paar dagen. Maar die wilde toen ineens geen hernieuwd contract. Ik vraag me af wat dit nieuwe bestuur en deze nieuwe directie zal doen. Het ziet er wel goed uit hoor. Maar in elk geval, het voormalig bestuur zag er op een gegeven moment geen heil meer in. En wat wij ook niet snapten, want het was alleen maar een enorme besparing voor hun. Maar ik heb weer goede hoop in niet alleen deze nieuwe regering, maar ook in deze nieuwe leiding van het staatsziekenfonds. Heeft u het idee dat destijds het staatsziekenfonds, om zomaar iets te concluderen, ik zit natuurlijk op de radio, maar had dat ook met politiek te maken of iets dergelijks? Ik denk het wel. Ik denk dat het met politiek te maken had. Ik denk dat het met een stukje eigenbelang te maken had. Onnozelheid. Weet je, zo kan ik nog meer zaken noemen. In ieder geval een stukje wanbestuur. Oké, helder. Door de slechte economische situatie in Suriname en de COVID-19-pandemie heeft de bevolking in Suriname het zwaar. Vele ouderen in Suriname zijn eenzaam. Ja, op welke wijze zouden de Surinamers elkaar kunnen helpen en ondersteunen, meneer Hassan? Nou, ik ben zelf nog praktiserend huisarts. We hebben inmiddels 12 bedrijven in de zorg. En ik hou toch nog praktijk. Ik kom nu net van mijn poli. En het is anders, ik zou niet zeggen dat het lastiger is, dat het wat moeizamer is. We hebben ons heel snel aangepast. Af en toe maakt mijn vrouw nog de opmerking dat ik het nu nog drukker heb dan voor COVID. Maar dat komt gewoon omdat vooral de ouderen vereenzamen. Ja. En ik ga dus nu vaker dan voorheen bij veel meer zelfs niet-patiënten. Ik ga zelfs naar niet-patiënten op bezoek. Maar gewoon om te voorkomen dat ze gaan verpieteren. Met een hoop heb ik dus nu app-contact. En als ik het gevoel krijg dat het toch wel erger wordt, ja, dan hop ik even binnen. Loop ik even langs. Oké, dat is heel goed dat u dat doet. Mag ik nog even terugkomen op het verpleeghuis gebeuren? Ja, heel graag. Ja, ja sorry. Ik had me van hand afgemaakt. Maar
wij hebben gedaan, is dat wij bedrijfsmatiger hebben aangepakt de verpleeghuiszorg in Suriname. Ja. En dat hebben we gedaan door een tweede tehuis op te zetten voor voornamelijk particulieren. En dat is hier op in Paramaribo Noord, op Plevia. Dat heet Huis Jeannette. Hebben we genoemd naar Jeannette Koenraad, die het eerste verpleeghuis met mij heeft opgezet op Evi. We hebben dus daar ongeveer een 15 patiënten. We streven naar 24 patiënten daar. Mm-hmm. In ons eerste verpleeghuis Evi hebben we er 50 bewoners. En we zijn nu druk bezig met de tweede fase van Huis Jeannette. En net de overname van een hotelletje. Om niet alleen de high-end Surinaamse markt te bewerken, maar vooral om te kijken richting Nederland. Er zijn ongeveer 50.000 Surinaams of ouderen van Surinaamse kom af in Nederland. En we zijn een groot deel verpleegbehoeftig is, of zorgbehoeftig. En die willen we hier opvangen, omdat zij ook een hele fijne tijd zouden willen hebben in Suriname. Als ik zo naar u luister, dan heeft u ondanks de economische malaise en crisis in Suriname, heeft u doorgezet, doorgepakt en u bent verder aan het ontwikkelen en u bent heel positief als het gaat om de toekomst? Altijd. Ik heb het gehad altijd al. We waren 19 jaartjes jong toen ik begon met de studie en het was een tijd, we praten over 1986, 87, eigenlijk eind 86, toen ik de Surinaamse studentenvereniging Studienamen wilde oprichten in Rotterdam, in Nederland. En toen werd ik nog op feestjes uitgelachen van man, ben je gek, zie je niet wat er in Suriname gebeurt. Brunswijk vecht met Boutsen, er is een burgeroorlog, Suriname is verloren. Ik zeg nee, ik ben die dokter die dwars door alle bloed heen kijkt en die bebloede patiënt weer op kalifater. En over een aantal weken het ziekenhuis uit die rennen. Dus ja, er zijn tegenslagen, er zijn crises, er zijn donkere dagen. Maar je moet juist proberen om in die donkere dagen een kaarsje aan te steken. U bent een beetje het voorbeeld van de Surinaamse veerkracht. Laat me het anders noemen. Ik wil een hele grote vechter, voorvechter van zijn. Ja? Daar zijn wij ook concreet mee bezig. We hebben gewerkt aan een promotieonderzoek van een Nederlandse jongen, een Nederlandse psycholoog, die hier onderzoek deed, of zijn promotieonderzoek deed naar de veerkracht van de Surinamer, de Surinaamse samenleving. En daar hebben we dus heel goed aan meegewerkt. We hebben nog wel een instrument ontwikkeld om de veerkracht te vergroten. Oh. Wij hebben hier op het Media Park hebben we opgezet gestart 1 januari jongstleden een Clevia Academy. En dat is een instituut waarmee we met interventies de veerkracht van niet alleen de jongeren, maar van elke Surinamer willen vergroten. En wat moet ik me daarbij voorstellen, meneer Hassan? Simpelweg te starten met een moreel ethisch kompas. Ja, je leert moral values bij. Ja, ik heb daarbij een concept ontwikkeld van een moral compass. En dan grijp ik terug naar het wapen van Suriname. De drie kernwaarden die op ons wapen van Suriname staan. Justitia, pietas, fides. Dat vormt onze core. Zeg maar die kop van die manje, die core van moral compass. Hoe word je gekwalificeerd om dan toegelaten te worden tot zo'n academy? Iedereen doet mee. We zijn begonnen met de 450 mensen die wij inmiddels in dienst hebben in onze 12 bedrijven. Wauw. Ja. En we hebben de sessies in december afgerond. Nu volgt een tweede sessie. Maar we gooien het ook open voor buitenstaanders. En ieder die hieraan wil meedoen, die mag dat. Romeo Haas is een van onze teachers. Ja? Ja, ik heb binnenkort ook een gesprek met hem staan. Ah, geweldig. Ja,
hij gaf me net een reminder dat er een interview of komst was. Maar u zegt 450 mensen inmiddels in dienst en u gooit de academy open voor iedereen. Wat moet ik me bij voorstellen? Moet iemand in zijn vrije tijd daar komen? We zijn dus meestal het pakketje ook voor de buitenwacht ready te maken. Maar onze mensen werden verplicht om daar een deel te nemen. Dat begrijp ik. En dan word je in een dagdeel. In 4 uurtjes gaan we door ons morgen in Indisch kompas. En dat kan je toepassen op heel Suriname, want dat is wat we uiteindelijk willen. Je mag nog een geweldige, intere, superintelligente raketbouwer zijn in Suriname. Ja. Maar als je niet de juiste moral values hebt, ja, dan krijg je ook geen raket of je raket de lucht in. Of je deze raketbouwer wordt ingezet om bommen te maken. Om de mensen ik begrijp het, ik begrijp het. Ik me bijvoorbeeld best wel voorstellen dat ik kijk naar een bepaalde groep mensen die zal zeggen van ja, maar Samim go do dat best. Zo mogen we leren, zo'n soort values. Ja, juist. Dus zou je leren na voor denk ik, wat we bedoelen eigenlijk in ons wapens van Suriname met Justitia, Ietas en Fides. Laten we beginnen met Justitia. In Justitia zit rechtvaardigheid en gerechtigheid. Deze twee woorden, toch? Die moeten we heilig maken. Want dat is wat God ons ook vraagt. En dat komt in het tweede woord tot uiting. Pietas. Pieteit. Dienstbaarheid. Ja. Godsdienstigheid. Ja, in obligatoire one. Maar in Artisa Galatei, in zijn Bijbel, in zijn Torah, in zijn Koran. En dat is dat je goed moet zijn voor je medemens. Nee, je moet goed zijn voor alles wat God heeft geschapen. Ja, jij bent de rentmeester. De zorgoed is aan boom. Ja? En als je zorgoed is aan boom, dan wil dat zeggen dat nooit meer je buik van trauma uit. Nooit meer je gebruikelijk slaaf. Nooit meer je kering. Nooit meer je benadeling. Nooit meer je keer van plantje zomaar. Nooit meer je schop van taboe zomaar. Meneer Rassam, heeft mijn archieboom dan eigenlijk een oro-ideologie voor een politieke partij een beetje? Wel, ik eigenlijk moet dat open zijn voor een ieder vanuit welke partij dan ook. Hoor. Dit moet onze levensfilosofie zijn. Dit moet onze staatsfilosofie zijn zoals een Indonesië zijn Pontjaks die daar heeft opgezet. Ja. En we hoeven niet moeilijk te doen. Dat hebben onze kolonisatoren al voor ons gedaan. Dat hebben ons 3 prachtige woorden. Ook al hebben hun het niet nageleefd. Toch? Want de man gebruikt het voor alles de slavo. Toch? Mm-hmm. Maar dat klinkt niet. Het zijn prachtige kernwaarden die wij nu wel in ons hart moeten dragen. Ja. Ja? Oké. Okay. Dus. Dan ga je die rechtvaardigheid krijgen naar een ieder toe. Is die rechtvaardig naar ieder toe uit liefde voor die persoon, voor de medemens, dan nooit meer je slavenwering, nooit meer je buiten uit. Want tegenwoordig heb je ook een derde vorm van slavernij. Je hebt maar een traagje, maar je feiten wat je zin zien om. Toch? Ja. Hoor? Dat is uitbuiterij. Nee. Betaal ze goed. Betaal ze een goed salaris, toch? Wat ze horen te krijgen, zodat ze kunnen leven, zodat ze zichzelf economisch, financieel weerbaarder kunnen maken. Ik begrijp je. Naast rechtvaardigheid heb je ook nog gerechtigheid. Het mag niet zo zijn dat ik wil maar wil op boetragen je money, dat wat trouwens komt voering, toch? Dat in de straf van Mara. Sterker nog, we hebben hier een tijd gehad dat iemand een hele container ecstasy smokkelt ergens naartoe. Ja, die man wordt geïnterneerd en dan wordt hij vervolgens vrijgelaten om hoofd te worden van een hele cruciale dienst in onze samenleving. Hoe immoreel kun je nog zijn? Ja, en ik luister naar u hoor en ik begrijp u heel goed, maar niet verkeerd bedoeld. Is het niet een beetje mosterd naar de maaltijd? Nou nee, om te kleren, okay. Inderdaad. Je zou zeggen, we hebben pijn geleden, we hebben kleerscheuren vervolgd. Maar het is nooit te laat. Ja? Dat ben ik met u eens. En daarom gaat het ook niet meer om mij. Het gaat om mijn kinderen. Het gaat om mijn kindskinderen. Ja?
Want de volgende generatie waren het en de generaties daarna. Maar dit hebben we nooit gedaan. En het wordt tijd dat mensen nu opstaan en zeggen genoeg is genoeg. Ja, het gaat over corruptie. Dat denken we altijd in termen van ik hier was maar iets voor. Nee, corruptie is ook wanneer je kansen ziet en je neemt die kansen niet. Maar ook wanneer je ziet dat iemand een scheve staat neemt en je zegt er niks van. Toch? Ook dat is corrupt. Absoluut. Is het niet zo dat de generatie tegenwoordig, hoor, die denken van ja, maar ik ben bezig, ik wil een iPhone hebben en ik wil snel geregeld worden. Wat zit mijn Libi? Alibi moest Libi. Hoe kunt u tussen het koren en het kaf onderscheiden? Nou, en dat is wat ik bedoel met die corruptie. Dat hebben we, en het is niet de vorige regering al. Alle regeringen daarvoor hebben daarvoor gestorven. Ja? En you know, dat allemaal in de regering. Nee, er zijn ook goede mensen geweest natuurlijk. Dus de goede niet na. Absoluut, ja. Maar je moet als goedeling moet je zo boos worden en zoveel barbarie maken, toch, dat ze het goede gaan horen. Ja? En wat wil ik hiermee zeggen? Is dat wij waarschijnlijk niet voldoende tramontant hebben gemaakt, niet voldoende zijn opgestaan, niet voldoende met onze voeten op tafel hebben geslagen. En wat is de reden daarvoor geweest? We zijn tevreden in Suriname, toch? In Indonesië, waar mijn voorouders vandaan komen. In Jakarta gaat de prijs met een cent omhoog en die mannen beginnen op het drukteplein in Jakarta al banden te verbranden. Toch? Hier in Suriname gaat het met 100 SLB omhoog, toch? En we lachen. Ja, maar het heeft een beetje een andere oorzaak, denk ik. Ik zeg dat ding, ik ga kort door de bocht natuurlijk. Hè? Maar we moeten daar een balans in houden. Juist, dat begrijp ik. Want ja. Kijk, bijvoorbeeld als ik kijk naar Indonesië, hoe Indonesië is omgegaan met zijn ex-kolonisator, komt Takenso. Dat is uiteindelijk allemaal heel goed gekomen, toch? Dus die zijn op basis van soevereiniteit en op wederzijds respect gaan samenwerken. Heel lang geleden. Nee. Toen ik als jonge arts ben ik een beetje bedrijfsarts geweest voor het GAP toen, nu heet het UWV. Ik heb huilende directeuren gehad. Waarom? Omdat hun bedrijven over de kop gingen. Toch? Waarom? Omdat Nederland toen had gezegd, Indonesië tegen Nederland, van hey, hou je ontwikkelingshulp maar. Toch? Ja, je komt me allerlei dingen opleggen, terwijl jij hebt gezorgd voor die ellende hier, toch? En dus Indonesië had toen die streep getrokken. Snap je? Ik begrijp het, ja. En Suriname heeft altijd, het is een hele verschillende situatie, hè, Suriname en Indonesië. Ja, nou wij zeggen hier, dat weet je toch, die mensen lijken op mij, ja, of ik lijk op hun, maar ze lachen ook veel meer. Maar wanneer het erop aankomt, dat ze zeggen, genoeg is genoeg, dan is het ook genoeg. Ja, als we bijvoorbeeld kijken naar de Javaanse politiek, het is nou eenmaal zo in Suriname, het is een etnische verdeling in de politieke partijen. Dan is de Javaanse politiek, die is ook een beetje net als de andere instituten van Suriname, kapot geslagen de laatste 10 jaar. Nou, het is uit elkaar gespat. Het is kapot geslagen door derden. Het is gewoon dat het stok was van binnenuit. Van binnenuit. En dat komt omdat er totaal geen moraliteit was. Er werd een beetje verdeel en heers op toegepast. Nee, het is in en uit prostitutie en gokkerij en snap je? Op goed geluk, toch? Want dat niet kan van minister, dan ja, moet je hem serieus niet, toch? Totaal zonder enig visie, zonder enig moraal. Is de sprong van het een naar het ander gemaakt. Dat heeft gemaakt dat op een gegeven moment de hele achterban ook wars werd van dat gespeel van die immoraliteit. Ze hebben gezegd van, hey, weet je wat, ik kies dan nu liever op, ik breng mijn stem uit op de VHP, toch? Ja, ja. Beurs aan spreken, hoor. Want daar zit er nog een klein beetje lijn in. Maar we moeten, weet je, niet meer op basis van etniciteit. Natuurlijk, hier moet je kijken naar de culturele diversiteit. En dan vertrek je ook vanuit die culturele diversiteit.
Maar je moet, de kunst is dat je moet ervoor zorgen dat iedereen vanuit zijn eigen culturele groep, eigen culturele identiteit, je visie volgt. Juist. Je moet ze ergens naartoe brengen. Je moet zeggen, jongens, kijk, daar moeten wij naartoe. En als je de eerste mijlpalen slaat, ja, en dat is het zesde punt in mijn visie, in mijn mijlpalenplan voor Suriname, de komende 30 jaar, is dat je cohesie gaat krijgen. Hoor, dat heb ik bewezen binnen mijn studentenvereniging, dat heb ik bewezen nu met andere bedrijven, dat wanneer je mijlpalen slaat, dat je cohesie krijgt binnen de groep. Maar gaat hij dat doen vanuit de ouderen en de zorg, of gaat hij dat ook een beetje proberen doen vanuit onderwijs of instituten, of hoe moet ik het zien? Ja, nou, dus vanuit de zorggroep, vanuit de internetgroep, heb ik dus nu een Klevia Park opgezet. En vanuit Klevia Park zijn we nu bezig met een aantal initiatieven. Een van de initiatieven is wat wij eind vorig jaar hebben gelanceerd. En dat noemen we de Green Spot Initiative. En de Green Spot Initiative moet een programma zijn dat we op de zeer korte termijn opzetten om ons Suriname op de lange termijn te beschermen. Om ons weerbaarder te maken, onze economie weerbaarder te maken. Oké? Ja. En waarschijnlijk heeft u ook gehoord dat ik ben gerold in 2015 in de financiële wereld. Ik heb zoiets meegekregen natuurlijk, want mijn redacteur, dat is Stichting Finance Suriname, die volgt alles voor mij. Ja. Oké, nou in 2015 tocht ik naar financiering van mijn eerste fase van ons project Media Park. En dat heeft ons gebracht naar de Arabieren. En de rest is geschiedenis. Het heeft me doen rollen in de financiële wereld. En daar is de Trustbank Amana uit voortgekomen. Want ik zag een hele grote kans bij de Arabieren, bij de OIC. De OIC is de grootste lidlandenorganisatie na de VN. Ja. Suriname was daar al vanaf 1996 lid van. Hebben we heel weinig mee gedaan. En ik dacht daarop te kapitaliseren. Is ook goed gelukt. De Arabieren hebben ons heel nieuws geholpen. En in december 2017 mochten we met trots de eerste islamitische bank launchen in heel Latijns-Amerika. Ja, hoe gaat het daarmee nou tegenwoordig? De IDB toch? Nee, je hebt de IDB. De IDB staat voor de Inter-American Development Bank. Mm-hmm. En de ISDB staat voor de Islamic Development Bank. Oh ja, sorry, ik haalde die twee door elkaar, ja. De ISDB, ja. Nou, met de... ik moet zeggen dat wij het natuurlijk ook, zoals ieder ander het heel moeilijk gehad heeft in de wereld, dat wij natuurlijk ook het moeilijke voor ons hebben gehad, dat ons niet weinig kleerspullen heeft gelaten. Nee, ook wij hebben dat gevoel, zijn bezig nu onze wonden te likken. En het ziet er heel goed uit. Dit jaar staat er heel veel op stapel, waarvan u en de luisteraar meer van schuld gaan merken. Daar trek ik ook met deze regering heel hard aan. Maar daar mag ik nu natuurlijk niet te veel over vertellen. Nee, begrijp ik. Maar we hadden het net een beetje over de politiek en ook over de Javaanse gemeenschappen. We zouden het niet hebben over de etnische politieke partijen. Maar toch, ik kijk vol bewondering naar een man als Bronto Somaharjo tegenwoordig. Ik heb het idee dat hij zijn hart op de juiste plek heeft. Zou u aansluiting bij hem kunnen zoeken? Of? Ik doe aansluiting bij een ieder die gaat voor dit groene verhaal. Voor het neerzetten van die groene economie. Voor het neerzetten van de true community. Waar er rechtvaardigheid is. Ja? U noemt er net een naam. Bronto, die ken ik heel lang. Minister Bronto moet ik tegenwoordig zeggen. Ja, minister Bronto. Waar ik een grapje nog maakte voor hem en zijn vader, is werkelijkheid geworden. En ik zal u zeggen, hij heeft mij heel, heel, heel erg verrast. In positieve zin. Ja, mij ook. Ja, nou, ieder ander. Ieder ander. Zelfs die mensen die de neiging hadden boos op
hem of zijn vader te zijn, hoor, die zijn vol af over hem. Gelukkig maar. En laten we ook hopen dat het echt intens is, de manier waarop hij dingen wil gaan uitvoeren. Ja, we hebben elkaar beloofd, 2 weken terug, op de begrafenis van mijn vader, hebben we elkaar beloofd dat we de koppen bij elkaar zouden steken. Ja. Gelukkig, mooi. Meneer Assam, sommige mensen, zowel in Nederland als in Suriname, zijn via de media en ook via social media, met name Facebook, bezig het vuur tussen de bevolkingsgroepen in Suriname op te stoken. In uw bedrijf zijn alle bevolkingsgroepen vertegenwoordigd. Waarom probeert een klein percentage van de bevolking haat in de Surinaamse samenleving te zaaien? Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, dit is een van de interventies van Adibri, die duivel, toch? Die de mens wil frustreren in zijn werk. De chic als een van zijn manieren, de ander is die hele COVID-pandemie. Die geen pandemie eigenlijk had hoeven te zijn, hoor. Maar goed, dat is een discussie voor een andere keer. En zo Adibri, hij probeert hij toch via net een handjevol mensen, hoor, die macht hebben, toch, om zijn kwaadaardig werk te doen. En daar moeten wij goedaardige mensen tegen in verzet komen. Ja, maar toen zie je die, en meestal zijn het de goede mensen toch, die thuis zitten, de Maluku TV, weet je, comfortabel, niet proberen hun mond open te doen, maar comfortabel blijven. Nee, we moeten nu die tegenbeweging stappen en het kwaad met hun allen gaan bestrijden. Ik bedoel, ja, u zegt het kwaad bestrijden, maar ik bedoel, de verkiezingsuitslag, die heeft toch al het een en ander uitgewezen. Kutakas aan Krien, toch? Ja, nee, kijk. Ik moet zeggen dat ik daar natuurlijk blij om ben. Maar ik ben daar ook dankbaar voor. Maar ik ben nog niet tevreden. Ja? Nee, er is nog heel veel te doen. Helemaal. En kijk, maar dat is typerend voor ons, hoor. Daarom ben ik ook blij dat ik in Nederland ben opgevoed, ben geschoold. Ik noem het een opvoeding, ik noem het geen scholing. En een van de dingen die me is bijgebracht, en dat is dat je eigenlijk moet leren, en je moet creatief leren, voor het leven. En niet voor een examen of voor een repetitie. Ja, het leven zelf. Juist. Dus, maar zou je we leren die van verkiezen. We schaffen kiezen een tentamen of een repetitie of een examen. Nee. Je ziet partijen ook ineens zich oprichten net voor de verkiezingen. Toch? Dat is foute boel. Je moet eigenlijk een beweging starten en ook daar een politieke organisatie uit voortvloeit. Dat is 2. Maar je moet gaan naar het neerzetten van die rechtvaardige samenleving. De Rooms-Katholieken noemen dat de two community. Hè? De moslims noemen dat de Juma. Ja? De Jama'a, de gemeenschap, de samenleving. Die rechtvaardige samenleving moeten wij gaan neerzetten. Absoluut. Even terug, want je had het net over pandemie. Hè? Dan trek ik even een artikel bij uit Star News van 25 januari. Ik lees het even voor, meneer Assam. 1 persoon heeft 25 januari het leven gelaten door COVID-19. Afgelopen maand januari zijn 28 mensen al omgekomen door deze zeer besmettelijke ziekte. De patiënt is overleden in het academisch ziekenhuis Paramaribo. In Suriname zijn 149 levens te betreuren door COVID-19. En het afgelopen etmaal zijn 57 nieuwe besmettingen geregistreerd. Onder wie ook president Chan Santokki. Van de 336 testen die afgenomen zijn, zijn 279 negatief. 93 mensen zijn genezen verklaard. En het aantal positieve gevallen is gedaald naar 632. 82. Op de intensive care unit worden 7 patiënten behandeld. In het ziekenhuis zijn 79 mensen die verschijnselen hebben opgenomen. En 292 personen die positief zijn, zijn in isolatie. Hoe gaat het met Suriname en COVID-19, meneer Assam?
Nou, ik denk dat het ons ook overgaat zoals in heel veel landen. Maar we moeten niet in paniek raken. Men moet weten in welke fase gedaan moet worden. Kijk, ik kom niet aan de ernst van de aandoening, maar we moeten aan de andere kant ook niet een overreactie krijgen op zo'n besmettelijke ziekte. Hè? Ik luister naar u. En wat wil ik hiermee zeggen? Kijk, er zullen een aantal mensen aan overlijden, inderdaad. In plaats van het aantal besmettingen door te geven, geef liever aan hoeveel mensen eraan doorgaan. Want het is net als met elk ander virus, je zult eens een keer besmet doorraken. Yes? Als men steeds doorgeeft het aantal besmettingen, dan geef je eigenlijk een beetje een angstaanjagend signaal, terwijl dat niet hoeft, aan de samenleving. Wat je wel kan doen, is dat je ervan luistert, kijk, er zijn zoveel opnames, zoveel zijn op de IC en zoveel zijn overleden. Toch, dat zijn de parameters waar we naar moeten kijken. Want een groot aantal specialisten zijn het met me eens, is dat het goed is dat we eens een keer besmet raken met het virus, zoals we dat met elk ander type virus doen. Wat je wel moet doen, is dat je bij die patiënten, en dat weet je natuurlijk niet in alle gevallen vooraf, mm-hmm. is dat, dat ze te heftig gaan reageren op dat virus. Ja? En als je mensen hebt die bijvoorbeeld reuma hebben, en een aantal aandoeningen waarvan je kan verwachten dat ze een cytokinestorm zullen gaan ontwikkelen en daardoor longproblemen krijgen en daardoor op de IC terecht en daardoor het leven laten, dat je die mensen adviseert, en dat doe ik vanuit Collegia Park, om te grijpen naar de natuur. Wij hebben in Suriname dat geld niet om die peperdure virusremmers aan te schaffen, maar... U bedoelt de vaccinatie? Of? Nee, vaccinatie is een ander verhaal. Ja. Oh, oké, leg hem uit. Ik heb het over de mensen die besmet raken en heel snel acute problemen komen. Ja? Van die mensen, dat zijn mensen die een overactief immuunsysteem hebben. Ja? En die mensen moet je adviseren om gember en kurkuma te drinken. Dat zijn twee grote... of twee sterke immuunmodulatoren die wij kennen, immuunremmers die we kennen in de natuur. U zegt mensen met een overdadig immuunsysteem, dus bij wie hun immuunsysteem extra in werking is? Hun immuunsysteem wordt helemaal dood. Dus kijk, een cytokine is een stofje, toch? Dat vrijkomt om ons te waarschuwen dat wat virus levens is. Ja. En bij die mensen die heel snel acuut klachten krijgen, op de IC terechtkomen en dan ook overlijden, bij die mensen toch zou je heel snel een ontstekingremmer kunnen geven. Dus het is in het nieuws geweest, dexamethason blijkt dus nu een heel goed middel te zijn. Dat schrijf ik hier al jaren voor. Sinds ik terug ben uit Nederland. Maar zo zijn er in de natuur ook van die remmers. Die de mensen met een overactieve immuunsysteem een beetje kunnen afremmen. Wij noemen dat moduleren. Ja, het immuunsysteem kan gemoduleerd worden. Masala. Ja. Nee, wat ik uit je verhaal probeer op te maken is dus eigenlijk, dus wanneer je lichaam, je immuunsysteem, en wanneer die actief bezig is hij ontdekt dus een virus, dan gaat je lichaam in oorlog. Juist. Dus hij begint al een oorlog aan, nog voordat er een oorlog hoeft te zijn. Ja. Oké. Dus hij is overactief. En dan heb je de groep mensen, dat zijn de mensen die vaak genoeg overlijden. Hoor. Je hebt ook mensen met een verzwakt immuunsysteem, ja, maar wat gebeurt er bij hen? Kijk, wanneer ik virussen inhaleer en ik krijg ze in mijn long en ik heb een
niet een overactief systeem, maar ik heb een onderactief systeem. Verlaagd immuunsysteem. Een verlaagd immuunsysteem, een verminderd immuunsysteem. Wat gebeurt er dan? Ik kan er ook aan overlijden, want die virussen, die gebruiken onze cellen, die gaan naar onze cellen toe en die gaan zich kopiëren, die gaan zich vermenigvuldigen. Ja. Bij de miljoenen, toch bij de miljarden misschien zelfs. Ja? En dat doen ze in ons lichaam, ze vermenigvuldigen ze. En dan krijg je een fire load van je wel. En op een gegeven moment, je deed het ook. En daar hebben wij in de natuur hele mooie stoffen voor. Ik heb bijvoorbeeld, maak ik nu al bijna een jaar Quasi Vita thee. Ja, ja. Maar in groene thee zit het ook in combinatie met chocola. Zo zijn er stoffen om, of ter vervanging van die peperdure virusremmers die ze tegenwoordig in Amerika en in Nederland voorschrijven. Ja, wat is zo'n voorbeeld van zo'n peperdure virusremmer, dokter Hassan? Het is Remdesivir, volgens mij heet het tegenwoordig. Dus ik ken al die namen niet zo meer hoor. Maar wat doet het precies? Je moet het eenmalig innemen of je moet een kuur gaan? Of wat is je blijft het in om hetzelfde effect teweeg te brengen. En dat is dat het virus wordt afgeremd. Dat hij zich niet vermenigvuldigt in je cellen. Ja. Hoor. Maar dat doet die Quasi Vita thee ook. En daar zijn die Franse wetenschappers achter gekomen. En hoe? Ze hebben hier in ons buurland Frans-Guyana, hebben ze gekeken naar hoe die Arawakken, die inheemse, hun Quasi Vita thee maken. Wij in Suriname, die Marons, gebruiken die Quasi Vita hout. Ja? Ja, ik ken dat. Dat drink ik ook wel eens. Juist. Maar ik zeg nee, want in Capon Herbon, je Capon Herbon voor dat doen. Ik kijk naar wat die Franse wetenschappers doen en die inheemse in Frans-Guyana. Wat doen die zij? Die plukken die bladeren, die laten het drogen en die trekken daar thee van. Aha. Die twee stoffen, ja, die stoffen, die zitten in het blad. Hè? En er zijn nu al twee stoffen gevonden die niet alleen een uitstekende antimalaria werking hebben, maar die blijken dus nu ook antiviralen. Een antivirale werking hebben, een virusremmende werking. U zegt ook met andere woorden, de abon is dan knapo en de bladeren is dan groen. Dus je pikt de moro oroblad. En dat noemen ze in het Amerikaans, in het Engels noemen ze dat prunen. Toch? Je gaat snoeien, prunen. Ja. Dus met je hand, je plukt het, je geeft daarmee de plant juist het signalen om harder te gaan groeien. Ja, klopt. Ja? Hoor. Dus dat in de kira heet het, toch? Oké, okay, nou ik ga dat in de gaten houden en ik zou zeggen, er kan niks mis mee zijn hè, om op zijn tijd een lekker gezond bakje thee te drinken, Quasi Vita thee, toch? Helemaal niet. In potwatje ook niet en zo, Arbita inoma zwaring. Nee, en je moet het ook niet te vaak drinken, toch? Nee. Hier, mijn ervaring is met de mensen die symptomen hebben, er zijn hele grote politieke figuren die dat hebben gehad. Die helemaal flat waren, die helemaal Quasi Vita thee. En na een paar glazen was het over. U bedoelt meneer Paul Salamso Mohardio? Minus dat daarmee, maar... Ja, dan? Oké, tot slot. Ja, nee, ik wou dat weten, omdat ik natuurlijk weet dat meneer Soma... We hebben hem hier gebeld vanuit Stafaste, mijn collega Frans Pinas, die heeft het toen in het ziekenhuis gebeld. En we hebben een heel leuk gesprek. Hij heeft een heel leuk gesprek met hem gehad toen hij in het ziekenhuis lag vanwege COVID. Oké. Maar ik maak het bijna dagelijks. Hier, geheel vrij nog. Voor zover ik nog Quasi Vita bladeren kan vinden. Maar... Het is gewild door? Door de mensen die dat weten, die dat horen. En de mensen die of in het ziekenhuis liggen. Of in contact zijn geraakt en COVID positief zijn getest, ja, die vragen ernaar. En daar maak ik het voor. Oké, okay, nou, ons gesprek heeft een hele andere wending gehad, maar het is ook heel interessant en heel actueel en voor ons zeer leerrijk, hè, want we hebben de dealen wereldwijd ermee. Hoe staat u tegenover vaccineren, tot slot, meneer Assa? Ik heb mijn reserves. Er worden zoveel shortcuts genomen nu. En dat is ongekend in de medische wereld. Ik ben zo niet opgevoed in het Westen. Maar het is
dezezelfde Westen die me heeft opgevoed, die nu allerlei shortcuts neemt. En waar ze voorheen je op de brandstapel voor zouden hebben gezet, maar zichzelf nu daar schuldig aan maken. En dat is onrecht. Ja, dat is onrecht. Oké, wat wil ik hiermee zeggen? Ik zeg niet wat goed of fout is, hoor, of dat de vaccinatie goed of fout is, maar ik heb mijn hele grote reserves en hele grote vraagtekens bij. En vandaar de reserve. Ja, ik volg ook alle discussies en ik praat niet alledaags met een arts. Dus vandaar dat ik de vraag bij u deponeer. Maar wat zei je, je vindt een vaccin. Normaal duurt het een euro om een vaccin te ontwikkelen. Dan nou ineens je vindt een vaccin. Toch? Je maakt een vaccin. En dat is niet alles. Je laat allerlei COVID-testen toe, waarvan je weet dat de sensitiviteit en de specificiteit heel erg laag is. En dat laat je niet toe. En dan, sterker nog, dan maak je de hele samenleving bang door te zeggen dat die persoon positief is. Terwijl je snapt dat de kans dat het positief is, dat het werkelijk zo is, heel erg laag is. Dat probeert die ermee, diezelfde Westen die mij heeft opgevoed, toch? Dus, niet allemaal mobiliseren zeggen. Nee, maar begrijp je, de dokter Rassam, maar Lukono, even in de toekomst, mijn wassernaam, mijn verrektieve, denk ik, jongen, de man, hoor, en geef dat, jongen, je moet een vaccinatiebewijs overleggen, of zin, vrij, samen doen dan. En dan moet je luisteren naar Aristoteles, toch? De Griekse wijsgeer, toch? Omdat dan moet je die gouden middelen kiezen. Dan ga je omdat het moet. Dat het waarde heeft voor de praktijk. Hè? Je weet, die man is een hele grote pragmaticus. Dan moet je dat doen. Als het je helpt om in Suriname of in any other country binnen te komen, moet je het doen. Maar heb ik daarmee ook heel veel gezegd over het waarom van het nemen van shortcuts. En het verheiligen van vaccinaties, ineens zo. Okay, want waarom is er nog geen vaccinatie gevonden op het HIV-virus? Hoe lang heb je HIV-virus? Hoe lang? Waarom? Omdat het wordt gezien als een ziekte van een paar Afrikanen, of van afkomst Afrikanen, en een paar homofiele medemensen van ons. Mm-hmm. Is het daarom? Of omdat er niet genoeg geld mee te maken is? Omdat zij die groep niet belangrijk vinden. Zou kunnen. Die zijn het toch? Dus al deze vragen moet je stellen. Ja, ja, ja. En even hoor, als laatste hoor, meneer Rassam, want Ayurepsa, en het vliegt, het is heel interessant om met u te praten. Tot afsluiting, de ouderen, hè, die een plan hebben om nog steeds naar Suriname te gaan om een oude dag daar door te brengen. Wat kunt u voor ze betekenen? Nou, we hebben vorig jaar een rel gehad hier. Je weet dat er in Nederland heel wat Surinaamse ouderen zijn die hier natuurlijk komen. En hoe doen ze dat? Door een familielid of kennissen die het PBG noemen ze dat nog, PGB, persoonsgebonden budget. Ja, budget. Ja. Voor een ontvangst neemt, dat zou mij doen, dat hij mij regel wants, maar ja, zo zou gaan zorgen, maar pa, grandpa. Toch? Nou, er is een Hindustaanse mevrouw overleden door uitdroging. En daar heb ik toen gezegd, nee, Asamuske Bano. Dit krijg je wanneer wij in Suriname ons niet organiseren. En als we alleen maar toelaten dat charlatans toch aan de slag kunnen gaan. Dus ik heb toen gezegd, nee, we gaan dit professioneel oppakken. En we gaan ervoor zorgen dat er een mooi zorghotelletje komt. In een klein hoor, dit Abidji zorghotellen. Voor 40 mensen. Waar we ze op zeg maar Nederlandse kwaliteit met Nederlandse normen hier naartoe halen. En dat willen we doen met vier verpleeghuisartsen in Nederland van Surinaamse komaf.
Oké, nou, we gaan dat volgen. Ik spreek af dat ik u vaker spreek in de toekomst. We gaan het allemaal in de gaten houden. En ook gaan we kijken naar de ontwikkeling voor COVID-vaccinatie à la de pistolati. En natuurlijk het nobele streven waarmee u de academie bent gestart. Academie. Niet de. Ik ben er. Afgesproken. Ik wens u een hele fijne avond. Bedankt voor uw tijd. Nou, hartstikke bedankt voor deze gelegenheid, hoor. Ik wil van hieruit alle luisteraars groeten en hun ook een hele fijne avond toewensen. Dank u wel. We spreken. Oké. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.